Hey jongens, waar gaan jullie heen? We gingen toch een potje knabbel spelen? Dat waren sterke konijntjes. Jammer dat ze ontsnapt zijn. Als ik ze gevangen had, kon ik laten zien hoe je een maaltijd maakt van een konijnenfamilie. Die beesten zijn heerlijk. Goed, laten we beginnen met renoveren. Wacht eens even. Misschien staat er toch konijn op het menu. Hallo, Bugs Bunny hier. Deze week ga ik jullie laten zien hoe ik Ted Tucker's ego ga renoveren. Helaas, ze zijn gevlucht. Gelukkig heb ik zelf genoeg eten meegenomen. Mijn eten! Mijn koala chips! Mijn dingolappen! Mijn struisvogeltijtjes! Morgen! Voordat we aan de slag gaan, lopen we eerst het huisje even goed na. Allereerst testen we of de vloer al sterk genoeg is. Die yogalessen komen nu goed van pas. De vloer geeft wel erg mee. Ach, boeiend. Laten we de trap bekijken. Nou, deze ziet er positief uit. De trap is namelijk gemaakt... Oké, we gaan maar snel naar de zolder. Dan zijn we er vanaf. Er zitten wat schroefjes bij je me los. Laten we gaan beginnen met het opvullen van de gaten in de muren door middel van gipsplaten. Maar voor we de platen gebruiken, moeten we eerst het gat opmeten. Zoals mijn gezegde luidt, eerst meten is weten. Klaar. Dit gaat passen, hè? Ik zou toch zweren dat... Hierbij verander ik mijn gezegde. Eerst meten, meer meten. Ah, kom op zeg! 4 keer meten is zeker weten. Kijk! Perfect! Omdat de eerste 2 verdiepingen nogal gammel zijn, slaap ik... maar hier op de zolder. Welterusten! Steeds weer door de vloer zakken is niet goed voor mijn rust. Dit bungee-touw aan mijn been zorgt ervoor dat ik niet val. Hij wilde jouw familie opeten. Aangezien de staat van het huisje nog verrotter is dan ik dacht, heb ik besloten de nacht onder de sterren door te brengen. Hoor het rustgevende geluid van de zingende krekels. Hun gechirp is een slaapliedje van de natuur. Als je heel goed luistert, kun je ze horen smoezen. Luister. De zolder! Niet de trap! De vloer! Oké, ik ben uit het raam gevallen, zit onder de modder en yep, ik sta vol in de brandnetels. Ze zeggen vaak dat alle pech tegelijk komt, dus het ergste zal nu wel voorbij zijn. Rooie mieren! Het houdt niet op! Ik heb ook nog een tip voor jullie. Mocht je onder de rooie mieren zitten, zoek de dichtstbijzijnde waterbron en spoel ze af. Dat is vreemd. Ik voel een eigenaardige, prikkelende tinteling in mijn doorweekte bron. Bloedzuigers! Dat kan er ook nog wel. Ben slapen. Misschien kan ik beter teruggaan naar mijn tent!